Mannen, zijn. Ik denk dat we een geval van octopus sepia giganticus hebben. En nu mag jij ten tonele verschijnen, mijn beste vriend. Ja, zet hem maar hierop. Prima. Wat was er nu gebeurd? Die octopus had zich verschuild achter een beetje zeewier. Wat bent u aan het doen? Ik ben een festival aan het organiseren. Oh? Duizel in het park. Dat is hierachter? Ja, klopt. En wat ja. is dat? Dat is een festival met kunst en literatuur en beeldend theater. En een heel weekend in het Vroezenpark in Blijdorp. U organiseert dat? Ja, klopt. Ja. Zou ik met u mee mogen lopen? Jazeker. Tell me if our heart the wind blows. We gaan eventjes onze papieren man volgen, denk ik. Die loopt daar. Zet hem maar hierop, ja. Schitterend. Kijk, dit is het duikbootje, dankjewel. Het duikbootje van kapitein Nemo. De papieren ridder is dat. En wat doet hij? Verhaaltjes aan kinderen, mooie verhalen. Tell me if our heart the wind blows. When I'm gone. We vinden vooral die intimiteit wel belangrijk aan het festival, dus daar hechten we wel waarde aan. We hebben dat nu opgelost door meerdere plekken te creëren, door wat meer uit te waaieren over het festivalterrein. Nou, dit is de installatie van kunstenares Juliet. Ik wilde graag meer laten zien en weten over de Esdoorn. En in dit project kijken mensen beter naar het Esdoorn-propellertje. Leren dat veel, veel beter kennen. Ja, hier zijn allemaal lekkere eetsteentjes. Dus hier kan je gewoon lekker een hapje eten, een kopje koffie drinken. We hebben echt een missie met deze truck en dat is Nederland zoveel mogelijk aan de groen te krijgen. En dat hoeft helemaal niet saai of suf te zijn. Ja, we maken elke week eigenlijk weer wat anders. En India's curry is iets waar we zelf gek op zijn. Dus elke keer maken we weer verschillende soorten curry's en verschillende soorten gerechten. We verkopen hier powerfood. En powerfood in de vorm van heel veel groenten. En daar doen we allemaal lekkere dingen mee. We proberen zoveel mogelijk ingrediënten hier uit de omgeving te halen. Dus bijvoorbeeld met de kip. Die komt uit je eigen stad. Hier bij Marconi. Die is vegetarisch. Nee, die is niet vegetarisch. De curry wel. De kip wel. De kip is En vandaag hebben we falafel, soep, broccoli courgette soep en een lekker ijsje. Nou, dit is onze eerste keer. Ja. We vinden het hartstikke leuk. We hebben een beetje van alles meegemaakt. En we blijven niet de hele avond, wat wel jammer is, want heel de muziek zien we eigenlijk later op de avond zien we niet. Ja, dit is het kopieerhuisje van Esther. Kinderen kunnen de delen van hun lichaam die ze leuk vinden, kunnen ze helemaal op het kopieerapparaat gaan liggen. We zijn BFF's. En wat is dat? beste vrienden voor altijd. En hoe ver gaat dat? Voor altijd. Wees nog even welkom op het festival. Je gaat weer verder, hè? Ik ga weer even verder, ja. Heel goed. Dag. Dag.